Hoi, ik ben Christian en vandaag wil ik het met jullie hebben over dit apparaatje van Synology, de B-Drive. Zelf omschrijven ze het als een persoonlijk backupcentrum, maar ik ben vooral heel benieuwd wat ik ermee kan als filmmaker. Op dagelijkse basis heb ik namelijk te maken met veel en grote bestanden en daarnaast maak ik privé soms ook wel honderden foto's per maand. Daar op een overzichtelijke en veilige manier mee omgaan is al zolang als ik dit werk doe een zoektocht. Dus wat kan de B-Drive voor mij en mijn workflow betekenen? De komende periode ga ik hem dan ook uitgebreid testen en deel met jullie mijn bevindingen. Nou, hij is in ieder geval lekker compact. USB-C netjes erbij met een adapter naar USB 3. Op het moment dat je de schijf in je computer plugt, kan je eenvoudig de setup doorlopen middels de meegeleverde Windows installer. Mac-gebruikers vinden het installatiebestand op de website van Synology. Eenmaal aan de praat heb je de keuze uit een aantal opties. Computer backup, bestandssynchronisatie en mobiele overdracht. Uiteraard kan je de B-Drive ook gewoon als traditionele opslag gebruiken. Met computer backup kan je aangeven dat de B-Drive een backup bijhoudt van de door jou geselecteerde mappen. Synchronisatie lijkt hierop, alleen werkt deze twee kanten op. Zet je iets in de geselecteerde map, dan komt er een kopie op de B-Drive en andersom. Voor mobiele overdracht heb je ook een app op je telefoon nodig. Eenmaal geïnstalleerd kan je ervoor kiezen dat de B-Drive automatisch alle foto's op je mobiele telefoon archiveert. Persoonlijk vind ik deze functie echt super handig. Oké, ik heb nu dus alle drie de opties aanstaan. De draaidagen die ik de komende periode heb, ga ik allemaal op de B-Drive backuppen. En deze video specifiek ga ik ook editen vanaf de B-Drive. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En nu maakt het dus eigenlijk niet uit of ik het nou op mijn computer zet of op het schijfje, want het komt uiteindelijk toch op beide. En ik vind dat zelf wel een fijn idee, want ik wil eigenlijk van mijn materiaal altijd minstens één kopie hebben. En dat is in ieder geval nu gelijk geregeld. Eenmaal aan de slag met de B-Drive vallen mij gedurende de testperiode een aantal dingen op. De kopieersnelheid is wat je van een SSD-schijf mag verwachten, snel. Maar toch moet ik hier wel een kanttekening bij maken. Op het moment dat je bijvoorbeeld de synchronisatie aan hebt staan, merkte ik toch dat de snelheid wat inzakte. Omdat de B-Drive op dat moment eigenlijk twee kopieeropdrachten tegelijkertijd uitvoert. Dat heeft ook impact op het editen. Doordat veranderingen in mijn edit constant gesynchroniseerd worden, loopt mijn montage niet zo soepel als ik gewend ben. Ik ben dan ook een intensieve gebruiker, dus ik vermoed dat de gemiddelde consument, die zijn werkbestanden bijvoorbeeld thuis en op werk gesynchroniseerd wil hebben, hier weinig problemen mee ondervindt. Na 5 weken testen is het tijd om de balans op te maken. Is de B-Drive iets dat binnen mijn workflow als filmmaker past? Nou, dat is niet het geval, ondanks dat ik wel positief ben over het apparaat. Een terabyte synchroniseren op mijn computer is gewoonweg niet erg praktisch en 1 of 2 TB te weinig ruimte voor mijn backups. Voor kortdurende producties, op locaties buiten de deur of bijvoorbeeld een laptop, vind ik de B-Drive dan wel weer erg geschikt. De mobiele functionaliteit heeft mij positief verrast en deze gebruik ik op dagelijkse basis om mijn foto's via wifi te archiveren of andere bestanden op mijn telefoon middels B-Drop naar de schijf te sturen. Vertrouw je je bestanden niet toe aan de cloud, maar wil je wel overal makkelijk en overzichtelijk bij je files kunnen? Of wil je de basisfunctionaliteiten van een NAS, maar vind je de installatie daarvan te veel gedoe? Dan is de B-Drive zeker wat voor jou.